Met al mijn vrienden bouwen we de 5 veiligste huizen in Minecraft. Like challenge. Like met je neus. In het midden staat hier een muur. Dennis, jij mag aan die kant jouw beveiligde huisje bouwen. Ik ben er echt benieuwd naar wat je gaat maken. Want het is dus de bedoeling dat ik niet zou kunnen inbreken eigenlijk. Of dat het moeilijk is om in te breken. Het moet wel mogelijk zijn. En ik ga dus hetzelfde doen. Dus succes, Dennis! Succes! Maar wat zou ik eens gaan bouwen? Ik heb al een klein ideetje. Wat is er hier allemaal? Ik zie water. Ik wil sowieso een huis bouwen wat een beetje omringd is. Oh my god. Dit is een mega ravijn. Oké, hier kunnen we ook iets heel vets mee doen. Maar laten we eerst maar zorgen dat we hier een huis zetten die gewoon mega beveiligd eruit ziet. Of juist niet. Weet je wat? Ik heb een ideetje. Dennis mag hem natuurlijk niet kunnen slopen. Maar laten wij maar gewoon met bricks een mega simpel huis bouwen. We beginnen met een heel klein hokje gemaakt van bedrock, zodat dat niet gesloopt kan worden natuurlijk. En dit wordt letterlijk alles wat we nodig hebben voor het huisje eigenlijk. Hier ga ik het gewoon laten lijken alsof het een normaal huisje is. Maar het is dus eigenlijk gewoon een onverwoestbaar huisje. Maar hier zitten dus ook allemaal rare blokken die we gaan gebruiken voor dit huis. Zoals een... Wat is dit? Een camera? Ik zie een alarm. Maar hier heb je dus ook allemaal speciale bommen. En dit is dus dat diamond blok wat Dennis net aan het hakken was volgens mij. Dennis is namelijk helemaal gek van diamonds. En hij is niet zo slim als het gaat om waar ze moeten liggen volgens mij. Want het is toch logisch dat je hier geen diamonds kan vinden? Dat is toch gek? Nou ja, laten we hier sowieso dit dak maar helemaal opvullen, zodat het gewoon echt onverwoestbaar is. En dan wil ik hiermee een dak bouwen. Oké. Hoppakee, dat gaat daar, dat daar, dat daar. Dan komt er nog een mooi laagje op natuurlijk. Ik bedoel, het bedrock mag gewoon niet zichtbaar zijn overal. Dus er moeten wel mooie laagjes op. Doe hetzelfde daar. En dan doen we hier nog een paar mooie randjes op deze manier. Hoppakee. En hoppakeetjes, dank u wel. Die daar, die daar, die daar, die daar. En dan ziet het er zo wel netjes uit. Hier moet trouwens nog een heel blokje van gemaakt worden. Hoppakee. En dan hebben we zo een mooi huisje. Het moet alleen wel een beetje moeilijk worden voor Dennis om er te komen. Dus hoe gaan we dit aanpakken? Hier wil ik sowieso even wat bedrock vloer hebben. Een bedrock vloer hebben. En hier komt een gat. Ik heb daar namelijk een idee mee. Maar laten we er eerst maar wat lava bij pakken. En wat is dit? Neppe lava? Oké, we kunnen er dus zelfs neppe lava gebruiken. Dat wil ik later gaan gebruiken. Maar wat doet neppe lava dan? Ik wil het uittesten. Ik ga het gewoon hier neerleggen. En dan ga ik naar slash game mode survival. Kan ik hier nu gewoon in zwemmen? Oh, wat? Ik kan hier in zwemmen! Oké, dit is top. Voor nu mag het alleen wel nog heel eventjes weg. Maar die kunnen we zeker in de toekomst gaan gebruiken. Maar laten we voor nu nog wat echte lava gaan gebruiken. Hoppakeetjes. En ik wil iron blocks hebben. Ik denk dat dat er al vet uit gaat zien. Hier komt namelijk dus gewoon een heel lava zwembad om dit huisje. Dit wordt zo leuk. Dennis gaat hier nooit kunnen komen. Oké, dat zo. Gaan we dit doen? Nou, dit moet gewoon doorlopen hier zo. Ik ga het wel eerst graven. Dat is denk ik het makkelijkste. Hoeveel zit hier van het huisje? 3 blokjes van het huisje. Dus hier ook. Dus dan moet hij hier zo lopen. Hoppakeetjes. Kijk, dit gaat er zo vet uitzien allemaal. Oh, dat uitgraven gaat alleen een dingetje worden zo meteen. Maar dit ziet er mooi uit zo. Ja, oké. En nu alles weggraven dus. Oké. Kom op. En weet je wat? Laten we dit gewoon helemaal vullen met neppe lava. Dan weet Dennis nooit dat dit gewoon een troll is eigenlijk. Want het moet wel mogelijk zijn voor Dennis om natuurlijk bij het huisje te kunnen komen. Maar ja, eigenlijk ook weer niet. Want het is het meest beveiligde huis ooit. Laten we hier sowieso even wat mooie blokken onder zetten. Anders zou Dennis het misschien al kunnen raden dat er bedrock onder zit. Hoppakee, dat is top. Ready, en hier moet dus allemaal neppe lava komen. Oh nee. Dit is dus allemaal lava waar je dus gewoon doorheen kan lopen. Oh, dit is zo gek. Alles mooi laten stromen. Met lava moet je alles opvullen altijd. De tegenstelling tot water, daar hoeft dat nooit. Oh jee, er gaan wel wat dingen in brand staan. Dat werkt nog wel. Oepsie. Maar dat is niet mijn probleem. Ik bedoel, ik moet hier gewoon alles opvullen met lava. Dat is gewoon mijn bedoeling. Hoppakee, die moet vol. Dit moet vol. En dat moet vol. Dat daar en dat daar. Oh, en hier nog een blokje. Hoppakee. En dan is alles vol met lava. Oh, hier gaat hij echt nooit binnenkomen. Maar eigenlijk kan je hier dus gewoon gaan zwemmen zo. En dan kom je gewoon binnen. Maar wat gaan we dan hier doen? Ik wil... Oh, hier mist trouwens nog wat lava. Maar ik wil iets van een soort tunneltje hebben eigenlijk. Die leidt naar dit ravijn. Hier wil ik meer mee doen. Dit kan zo vet worden namelijk. En als ik in één keer rechtdoor blijf graven, dan kom ik daar al uit. Dus ik ga hier gewoon een beetje naar beneden zo. Zo, dit is perfect. En dan ga ik nu gewoon rechtdoor naar het ravijn toe. En hier gaan we dan zo meteen een hele geheime gang van maken. Maar het gaat er nu gewoon om dat die gang er überhaupt staat. Hallo, ravijn, waar ben je? Oké,
Oké, het duurt wel een beetje lang voordat ik er ben. Ja, ik ben er. Top! Oh, we komen perfect uit hier. Het is wel heel donker hier. Dennis houdt sowieso niet van het donker, dus dat wordt al wat. En hier moet hij dan dus naar beneden vallen. Oké, laten we wat water erbij pakken. Oh, je hebt ook nep water. Wat doet nep water dan wel niet? Nou ja, ik wil hier gewoon echt water hebben. Daar kan Dennis dan invallen. Als die het überhaupt tot hier durft te redden. Want ja, ik weet niet hoe die hierover gaat oversteken. Hoppakee, in het neppe water. In het echte water is dat eigenlijk. En dan wil ik eigenlijk dat Dennis hier in een kamer gaat komen. Wat voor kamer dat wordt, dat weet ik alleen. Auw! Auw! Dat deed pijn. Maar ik weet nog niet precies wat voor kamer dit moet gaan worden. Auw, niet weer! Maar zo, daar moeten wel wat lampjes in. Oké, ja, ik ben er helemaal klaar mee, joh. Nu al. Zo, kijk, dit is wel mooi als kamertje, denk ik. Dan moet dat gravel allemaal even weg, zo. Dennis gaat hier nooit komen, überhaupt, denk ik, nu al. Dit is toch veel te moeilijk voor hem? Right, laten we hier gewoon een trollkamer maken, zeg maar. Dan denkt Dennis dat hij hier wat heeft gevonden, maar dat is niet zo. Ik heb er een ideetje voor hoe we dit gaan verstoppen, namelijk. Zo, dan gaan we hier een soort dolfje maken. Klein lampje erboven. En er gaat ook een klein dolfje zo deze kant op. Zo, die leidt ook naar helemaal niks. En dan doen we ook een lampje, zodat het lijkt alsof er daar wat is. En hier ook een gangetje. Maar dit wordt gewoon één grote troll voor Dennis. Ook met een lampje. Hoppakee. Maar er is dus gewoon helemaal niks. En dit gaan we dan ook heel mooi verstoppen op een bepaalde manier. En hoe we dat gaan doen, dat ga ik jullie nu laten zien. Er moet nog één lampje boven komen. En wat we dan gaan doen is, ik wil er wat paintings bij pakken. Niet lanterns, paintings. Dank u, dank u, dank u. En wat we er dan nog bij nodig hebben zijn signs. Zo, dan pakken we er even een random bordje bij. Die moeten we daar en oh, niet daar, niet daar. Dat is verkeerd. Die moet daar en daar. En deze moet daar en daar. Ready? En hier komt één mokergroot schilderij overheen. En hier allemaal kleintjes zo. Ready? En dan wil ik dat hier ook allemaal kleintjes. En daar ook. En dan is dit gewoon één grote kunstkamer. En hier wil ik trouwens eigenlijk hebben dat je hier moet crouchen. Hier kan je alleen maar onderdoor komen dus door te gaan crouchen. Dus dat gaat het nog moeilijker maken voor Dennis, denk ik. Want deze is best wel voor de hand liggend. Hier loop je zo naar binnen en dan denk je eigenlijk al van, oh, ik heb de geheime kamer al gevonden. Maar stiekem zit hij dus hier. En al komt Dennis uiteindelijk wel hier, dan is er nog een andere challenge op hem aan het wachten. Dit ga ik namelijk helemaal opvullen op deze manier. En wat hier gaat komen is iets heel raars. Dennis moet hier namelijk gaan kruipen, ja. Ik pak er namelijk even een mooi trapdeurtje mee. Hoppakeetjes, die zetten we daar neer. En dan ga je hier naar beneden. En dan heb je hier een grote kruiproute, zoals je kan zien. En het duurt zo lang totdat je hier doorheen bent pas. Maar je kan het einde op zich wel zien in de verte, weet je. Ik wil het wel even goed verlichten voor Dennis, want Dennis is nogal bang in het donker. En ik denk niet dat hij anders door die tunnel gaat kruipen. Hoppakee, die tunnel staat. En dan hebben we nu dus dit hele ravijn waar we mee kunnen werken. Maar wat gaan we hier doen? Zullen we het hier laten lijken? Alsof de tunnel gewoon nog ver doorloopt. Maar we doen dat Dennis hier naar beneden gaat vallen. Ja, dat is zo'n goed idee. We gaan hem gewoon volledig hard pranken hier zo. Oh, dat is top. Oké, zo. De tunnel lijkt al verder te gaan op deze manier. En dat doen we hier even zo. Hoe gaan we dit laten vervagen? Ik denk dat we dat het beste kunnen doen door glas. Glas, glas, glas. Pakken wij dit glas erbij. Als je dit namelijk heel vaak naast elkaar zet, lijkt het wel een beetje alsof het wat vager wordt. En hier moet dan een kopweb, een spinnenweb. Hoppakeetjes, die zetten we daar. En hier loopt het gewoon zo af. Ready? Laten we deze tunnel een keer kijken hoe dit eruit ziet als je erin kruipt. Snel terug naar mijn oude huis. Hallo, meneer de villager! Oké. We gaan erin. Zo kom je dus binnen. Door de lava. Hier naar beneden. Oké. Dit moet nog even dicht trouwens. Maar oké. Je weet dus niet waar hier een geheime kamer is. Dennis kan denken van, hé, we moeten er hier in. Maar dat is dus niet zo. Hij moet er namelijk hier doorheen kruipen. En dan moet hij vervolgens hier er doorheen kruipen. En kijk, daar is in de verte. Het lijkt wel alsof je echt door een spinnenweb moet gaan om bij het einde te komen. Maar eigenlijk is dat dus één grote troll. We kunnen hier namelijk dus gewoon verder kruipen. Nou, oké. Misschien is het wel een beetje opvallend. Ik moet nog een beetje meer blokken aanpassen hier. Hetzelfde geldt voor hier. Zodat het niet al te obvious lijkt. En dan, nou, ik ga gewoon alles hier doen. Kom op. Even denken hoor. Alles moet hier helemaal van iron blok zijn. Anders valt het niet op, die prank, op het einde. Of dan valt het te erg op. Zo, dat is veranderd. Dat is gewoon een hele tunnel waar die doorheen moet. Oh my god.
Dit is zo eng. Dit gaat hij echt eng vinden. Dit gaat hij niet leuk vinden gewoon. Hij gaat me hierdoor haten, denk ik. Oké. En hier ineens... Wow! Val je vol naar beneden. Maar hoe gaan we dit hier dan doen? Hij valt hier naar beneden, maar waar komt hij dan uit? Ik weet het niet. Laten we hem gewoon trollen door hem langs echt te laten... Nou, oké, misschien niet. Misschien gaat dat te veel damage doen. Nou, oké, het is misschien wel leuk. We gaan de fake lava weer gebruiken. En een sign. Hoppakeetjes, een sign, een bordje. Dat bordje zetten we daar en daar. Daarop zetten we de lava. Zo stroomt dat namelijk niet naar beneden, zoals je kan zien. Maar zo lijkt het alsof Dennis in een lavaput gaat vallen. En hoe kunnen we het nog dramatischer maken, zou je misschien wel denken. Nou, dat is zo. Pakken we er namelijk een spinnenwebje bij. Blijft Dennis daarin hangen. En dan ziet hij langzaam die lava steeds dichterbij komen. Oh, dit gaat hij zo niet leuk vinden. En pas als hij dit heeft overleefd, gaan we een leuke kamer maken waar je uitkomt. Met mooi uitzicht over natuurlijk deze hele grote ruimte hier. Hoe vet zou het namelijk wel niet zijn, al heb je hier een soort glazen vloer zometeen. Dan pakken wij er glas bij. En ik denk dat we wel kogelvrij glas moeten gebruiken. Want ja, het is nou eenmaal een geheime basis hier zo, die super beveiligd moet zijn. Dus we gebruiken kogelvrij glas. Zo, hoppakeetjes. Dat zit namelijk ook allemaal in deze mod. Ik wil straks nog meer dingetjes van de mod gaan gebruiken trouwens. Maar dit wordt even een kamertje dat Dennis Boy van het uitzicht kan gaan genieten. Hoppakeetjes. Ja, dat ziet er nice uit zo. Maar wat kunnen wij er allemaal nog van de mod in gebruiken? We kunnen doen dat Dennis uiteindelijk bij een diamond schat aankomt. En dat Dennis nogal hyped wordt om die diamonds te pakken. En dat hij dan misschien een beetje doodgaat. Hé, het zou allemaal kunnen, hè? En we kunnen ook lasers neerzetten trouwens. Dat is wel leuk. Hier komt gewoon één grote lasertunnel dan. Nou ja, eerst moet hij nog wel een beetje hier door het ravijn lopen, denk ik. Zo. Klein mooi tunneltje door het ravijn. Helemaal gemaakt van glas. Kan hij lekker kijken naar het uitzicht. Oké, weet je, vanaf hier komt de lasertunnel. Kijk, dan doen we daar namelijk zo en zo. En dan zoekt Dennis maar uit hoe die hier doorheen gaat komen. En dan wil ik nog één laser daar hebben. Oh jee, Dennis gaat hij niet leuk vinden. Maar stel hij is hier doorheen, dan komt hij voor zijn gevoel denk ik toch wel uit bij de grote schat waar hij het allemaal voor heeft gedaan. Oftewel alle diamonds hier zo, die in een soort geheime bunker zijn opgeslagen. En Dennis kennende wil hij al die diamonds denk ik wel hebben. Dennis houdt namelijk van een paar dingen. Dat zijn broodjes, appeltjes, eentjes en diamonds. Oh, dus deze kamer wordt uiteindelijk echt één grote bom volgens mij door al die neppe diamonds hier. Misschien is het wel leuk, al doen we er ook wel wat echte diamond ores in. Dat Dennis eerst de echte diamond ores gaat hakken. Oh, de stone mine gaan we niet gebruiken trouwens. Oké, we gaan gewoon normale steen gebruiken. Steen slabs gebruiken we ook. Want het moet hier echter dus uitzien als een soort echte mine. Alrighty, en hier moet trouwens ook nog een lampje komen. Maar hier komen dus allemaal echte diamonds te liggen. En hierachter liggen er twee die ontploffen. Dus die begraaf ik nog een klein beetje, zodat Dennis ze niet als allereerst gaat vinden. Eerst vindt hij deze drie, denk ik. En dan gaat hij nog doorzoeken naar de laatste diamond. En dan is het afgelopen met hem. Oh, dit gaat zo leuk worden. Dat staat nu tenminste allemaal klaar. Ik ben er heel blij mee met hoe dat eruit ziet. Maar ik heb nog één ideetje. Er zitten namelijk ook elektrische hekken in deze modpacks. Ik zat zo te denken. Wat nou, hè? Al gaan we het niet echt gebruiken als elektrische hekken, maar gewoon als paaltjes. Als iemand hier namelijk tegenaan loopt, dan krijg je een bepaalde schok en dan ga je al dood. Ja, dat is nou niet het fijnste wat je kan hebben. Maar hey, ik weet het tenminste dat je hierdoor dood gaat. Dennis misschien niet, weet je. Dus hoppakee. Oh, ik ben er zo benieuwd naar of die hierin gaat trappen. En ik ga het dus niet overal zetten eigenlijk. Alleen als paaltjes, want anders wordt het nog moeilijker voor Dennis. En ik wil trouwens ook een paar camera's ophangen. Dat is altijd wel handig. Dus dan pakken we ook een camera monitor erbij. Met camera's kunnen we namelijk precies zien. Let op. Ik doe deze erop. En dan kunnen we hierop precies kijken of er iemand toevallig voor mijn huisje staat. Dan hangen we daar een camera in op. Oké, die hangt op zijn plekje. En dan hangen we hier een camera op. Waar gaan we die hangen? Die kunnen we daar wel hangen inderdaad. Dat is top. Kunnen we daar goed op zien? Ja, hier kunnen we het perfect op zien. En hier zo. Ja, kan hier een camera? Ik denk het niet. Ik denk dat dit net te klein is voor een camera. Ah, trouwens. Hier kan Dennis wel langs. Gewoon hier een camera zetten. En die staat op monitor 3. Dan kunnen we zo precies volgen of Dennis nou hierdoor aan het kruipen is. Ja of nee. Alrighty, die staat op zijn plek. En hier valt hij dan naar beneden. Oh, dit gaat zo leuk worden. Dan komt hij hier aan. En dan denkt Dennis van, huh, waar ben ik? En, oh, dit moet wel open zijn. Dat is wel handig. Zo, dan gaat hij hier doorheen. En dan komt hij hier dus aan bij de diamonds. En daar hebben we nu ook een mooi beeld op, zoals je kan zien. Maar ik ben zo benieuwd naar wat Dennis
heeft gebouwd. Want Dennis heeft dus ook een geheime basis gemaakt. Dus Dennis, hoe is het met jouw basis? Ik ben klaar. Echt waar? Ik dus ook. Dus ik ben... Mag ik bij jou alsjeblieft kijken? Ik denk niet dat je dat wil, maar kom maar kijken. Wat? Wat heb jij nou weer gebouwd? Ja, dit is mijn beveiligde huis, Alex. En hier moet ik dus zien in te breken. Ja, maar... Je zit nu... In creative. Ja, oké, Dennis. Ik ga naar survival. Mag ik nou van jou wat te eten hebben? Ja, ik plaats op een bedje staan. Au! Plaat hier op een bedje. Oh my god, Dennis. Ik word hier gelijk beschoten door iets. Wat is dat? Ah! Ja! Dennis, je hebt een kanon! Ja, tuurlijk heb ik een kanon. Het is toch het meest beveiligde huis. Hier heb je eten. Oh my god, ik wist niet eens dat er een kanon in zat. Je hebt hier allemaal bedjes. Ik zou zeggen succes. Ja, ik heb mijn spawnpoint gezet, Dennis. Maar wow, dit heb je zo gaaf gemaakt. Ja, zie nu maar eens binnen te komen. Oh jee, oké. Dit. Au! Oké, ik word helemaal beschoten. Hoe moet ik hier ooit binnenkomen? Hoe moet ik dit doen? Oh nee, daar is nog een kanon. Wacht, ik heb een idee. Oké, ik moet heel veel. Oké, ik moet HP hebben. Nee! Ik ben gewoon doodgeschoten door je kanonnen, Dennis. Maar ik heb een idee. Niet die kant op gaan. Dennis, ik krijg die poortjes niet open. Hoe moet ik hier overheen? Oh nee. Ontwijken. Ik kom hier niet achter. Nee! Ik heb de poortjes voor je open gedaan. Dankjewel, Dennis. Meer ga ik je niet helpen. Kan je weer wat eten droppen? Oké, kom op. Oh nee, wat is de code? Dennis, wat is de code? Ga ik niet zeggen. Nou, oké. Wat zou de code kunnen zijn van Dennis' huisje? Dennis is makkelijk. 0. Nee, oké, het is niet 0. 1, 2, 3, 4. Ja, dat is hem! Oh my god, ik ben gewoon binnen in Dennis' zijn geheime huis. Hier ligt lava. Is dit neppela? Dat is heet. Oké, au. Dennis, het is warm hier binnen. Ja, dat is echte lava. Oh nee. Ik ga dood. Nee! Oh my god. Hier heb je weer wat eten. Dankjewel. 1, 2, 3, 4. Oké, ik heb een idee. Ik moet hier er... Langs. Alex. Dennis, het is moeilijk. Ben je hier nu al moeite mee? Ja. Oké, wacht. Nee, dat stomme dingetje. Ga ik het overleven? Kom, bleef. Ja! Wow! Wat was dat nou weer? Oké, Alex. Dennis, jouw huis is veel te goed beveiligd volgens mij. Au, ik val de hele tijd in de lava door dat dingetje. Je moet er langs springen. 1, 2, 3, 4. Ja, ik heb de code weer geraden, Dennis. Oh my god, er liggen hier allemaal diamonds. Dennis, heb jij een pickaxe voor mij? Nee. Ik ga dood hier. Oké, kom op. Oh, dat is een mine. Er zit daar een kanon. Is dat een mine? Oké, die moet ik even kapot. Ik heb toch geleerd dat je nooit op een mine moet gaan slaan? Ik dacht ik al een weg. Oké, 1, 2, 3, 4. Oké, ik ben binnen. Dit stuk lukt wel. Ja, oké. 1, 2, 3, 4. Ik ben binnen. Ja. Au. Oké. Deze code. 1, 2, 3, 4. Ja, dat is hem weer. Wat zit er in de kist? Oh, er zit een pickaxe in! Oké, kan ik dan deze dingen... Oh my god. Wat moet ik hier doen? Dat moet kapot. Dennis! Ja? Hoe kom ik in die kluis? Wacht, ik wil de kluis openen. 1, 2, 3, 4. Oh my god. Dennis, je moet toch niet overal dezelfde code opdoen? Ja, anders vergeet ik hem. Ja, maar nu heb ik fire resistance. Dus kan ik gewoon naar... Eten. Oké, ik ga de lava gebruiken om naar boven te zwemmen. Ik wil wel de diamantjes hebben, Dennis. Ik ben dood! Oh, dit huis is geniaal! Oh my god, Dennis, jouw huis is veel te goed beveiligd. Dat zei ik toch. Dennis, kom maar! Hier ga jij nooit doorheen komen, Dennis. Dit is mijn mega beveiligd huis. Wat is dit voor klein huis? Hoe bedoel je klein huis? Het is mega beveiligd. Heb je een bedje? Ja, alsjeblieft, Dennis. Ja, daar maar je spawnpoint maar op. Hoezo, eeuw? Oké. En ik heb wat te eten voor je. En ik heb straks nog een cadeautje voor je. Maar dat is pas als je verder bent, hoor. Kan jij mij eten? Dan neem je hier zo. Oh, dankjewel. Bewaar die maar bij je, oké. Ja, is goed. Kijk, dat is handig. Respawn point. Ja, oké. Je hebt hier allemaal paaltjes. Succes. Het is mogelijk om zonder te bouwen in het huis te komen. Ja, zonder te bouwen, oké. Zonder te bouwen. Je mag niet bouwen. Dennis! Het is neppelapa. Je kan er gewoon doorheen zwemmen. Ja! Oh my god. Dat is toch cool? Oh my god. Ik dacht ik kan die sprong wel halen, maar ik haalde het echt net niet. Ja, gelukkig was het neppelapa, Dennis. Waarom vertrouw ik dit niet? Hoezo vertrouw je dit niet? Dit is toch mooi?
Ja, oké. Okay. Hier naar beneden. Wow! Ja, okay. Dennis, welkom in de volgende kamer. Er is wel een camera op je gericht, dus ik zou wel een beetje uitkijken met wat je doet, hè. Want we houden je in de gaten. Maar zie hier maar een keertje uit te komen. Oké, er zit iets achter een schilderij. Dat is één ding wat ik zeker weet, maar welk schilderij? Ik zou een goed rondje lopen, Dennis. Ja. Oh, je hebt het al gevonden! Hier is het! Je hebt het nu al gevonden! Ja, oké. Maar dit is toch niet beveiligd tot nu toe? Dit is super beveiligd. Oké, wat heb je nog weer? Hier staat... Ja, oké, even kijken. We hebben hier een gang. Oké, we gaan hier kijken. Wat zit hier? Oké, dit loopt dood. Daar zit loopt het dood? Ja, dat loopt dood. Oké, dan hebben we hier nog een gang. Oh, wat zit er hier, Dennis? En er zit hier... Oh, er zit nog een gang! Helemaal niks! Ook. Nou, dan is er nog maar één optie. Keer, dan is er nog maar één optie. Dat kom is op, hier. Dennis. Kom op, Dennis. Wat zit er hier om de hoek? Oh. Helemaal niks! Je hebt gewoon de verkeerde gang genomen! Echt? Ja! Is er nog een gang hier? Oké, Dennis, ik zal je een hintje geven, ja? Hij zit hier achter, hè? Nee. Ik zal je een hint geven. Je moet bukken. Bukken. Dat is de enige hint die ik je geef. Oké. Ja! Je hebt het gevonden! Oh my god. En hier met de kleppie. Oh, ja, dat klopt, Dennis. Ik ga achter je aan, ja? Oh, kijk uit dat je je hoofd niet stoot aan de camera. Wow, dit is wel vet gemaakt, hoor. Ja, toch, Dennis? Ik voel me net alsof ik op een geheime missie zit, Alex. Ja, precies. We zitten gewoon in een tunnel te kruipen nu. Wow, dit is... Oké, dat spinnenweb, dat trap ik niet in. Want dan moet ik mega lang wachten. Ja, maar je moet er wel doorheen, Dennis. We moeten de gang volgen. Dat is hier. Dat is waar. Waarom zit hier lava? Nee, het was de bedoeling dat je dat niet zag. Nou, bij deze... Hoe kom ik hier naartoe? Doei, Dennis! Au! Daar ga je, Dennis! Je gaat in de lava! Oh, nee. Hoe Dennis, er zit nog maar één optie op. Jij bent dood! Nee. Je gaat in de lava super langzaam. Oh, dit vind ik zo leuk, Dennis. Daar ga je. Nee, maar jij sloeg me. Ik trapte me helemaal niet in. Dit is oneerlijk. Ja, maar je kan nergens anders heen. Je kan niet meer terug, Dennis. Dit is de enige uitweg voor je. Maar is dit het? Is dit het huis? Nee. Jij gaat nu dood. Je hebt het gefaald. Nee, doei. Er zit hier wat onder. Oh my god. Je hebt het toch wel gehaald. Ik zou wel een paar appeltjes eten, inderdaad. Had ik hier niet neppe lava gezet? Ik dacht dat ik daar neppe lava had gezet. Oepsie, dat ging fout. Auw. Oké, wat hebben we hier nog meer? Maar welkom in de volgende kamer, Dennis. Dit zijn lasers, dus pas maar... Oh, je bukt er gewoon onderdoor. Wat? Je gaat er gewoon onderdoor. Nee. Je doet een soort... Nee! Ja. Je gaat er gewoon onderdoor! Oh, diamonds. Nee. Ah, Dennis, jij hebt de diamonds verdiend, oké? Het zijn jouw diamonds. Ik mag er niet meer naar kijken. Ik durf er niet eens meer naar te kijken. Hoezo durf je er niet naar te kijken? Omdat ik ze allemaal kwijt ben. Omdat je hebt ingebroken. Het is je geluk. Ik heb gefaald, Dennis. Ik heb gefaald. Ik vertrouw hier iets niet. Er zit hier iets achter. Dat jij kan niet alleen anders. De steentjes. Er zit niks achter, Dennis. Hak die diamonds hiervoor nou. Wow! Ik wist het. Ziet u deze lijn hier voor me? Ja. Oké, kom eens mee. Ik kan daar een trucje mee, hè. Als we namelijk iets meer zo lopen, is het geen lijn, maar is het een muur. Dat is toch cool? Ja. En u mag aan die kant een huisje bouwen die super beveiligd is. En ik doe het aan deze kant dan, oké? Oké, gaan we doen. Je gaat toch nooit winnen van mij. Hoezo ga ik nooit winnen? Jij gaat nooit winnen van mij. Oké. Dat ging even fout, hoor. Zo, dat is weer geregeld. Ja. Nou, goed. Dat gaan we op één manier achterkomen. Hey, succes! Doei! Hetzelfde, doei! Dat was heel apart. Wat doet de meneer van de gevangenis daar nou weer? En voor de mensen die hem niet kennen, die meneer werkte dus in de Minecraft gevangenis waar ik vast zat. Wat ga ik bouwen als huisje? Oh, ik heb een idee! Oké, maar daarvoor heb ik wel een voorbeeldje nodig. Ik heb een lead nodig. Ik heb een touwtje nodig. Of ja, een touwtje. Ik heb een fence nodig. Het lead heb ik al. En ik heb een bij nodig. Wij gaan namelijk Zoomie de bijnaad maken. Zoomie was eerst mijn huisdierbijtje. En die wil ik een beetje namaken. En dit is dus hoe een bij eruit ziet. Dit is natuurlijk niet Zoomie. Zoomie is helaas dood. Maar hoe ga ik jou namaken? Weet je, ik denk dat we daar beter een foto voor kunnen gebruiken. Dit gaat niet werken. Die bij die vliegt alle kanten. Top. Wat hebben we nodig voor een bij? We hebben sowieso gele blokken nodig. Ik denk deze en deze. Die zijn net wat lichter namelijk. We hebben ook zwarte blokken nodig. Ik denk alleen deze. En we hebben blauwe blokken nodig. Zoomies houden namelijk van blauwe oogjes. En zoals dat ik van blauw hou. En ik denk dat we ook bedrock gaan gebruiken. Dit moet namelijk het best beveiligde huis ooit worden letterlijk. Oftewel niemand, maar dan ook niemand mag zomaar inbreken in deze bij. Laten we hier even wat blokjes zo doen en zo. Dit is denk ik wel goed zo. Oh, dit gaat er nu al heel goed uitzien als een bij. Kijk dan hoe lief!
Oh my god, oké, en dit moet dan weer helemaal opgevuld worden zo. Oh, dit ziet er nu al zo schattig uit. Hier moet een klein donkerder stukje op, denk ik. Of nou ja, die zit meer daar, aan de zijkant. En dan zo, en dan weer zo en zo. En bijtjes hebben ook een soort voelsprietjes. Dus die komen daar. Lijkt dit een beetje op Zoobie? Nog niet helemaal. Iets mist er hier. Ja, trouwens, op zich lijkt het wel op Zoomie. Maar misschien moeten we de voelsprietjes wat meer omhoog laten komen. Kijk, nu lijkt het op Zoomie erbij. Oh, ik mis je nog steeds, Zoomie. Laten we hier dan maar even wat bedrock omheen gaan doen. Ik bedoel, we willen natuurlijk niet dat dit zomaar kapot gaat. Dan wordt er hier wat ingebroken. Hoppakeetjes. Oh, dit ziet er zo gaaf uit. Ik ben hier nu al zo blij mee. We hebben natuurlijk ergens een soort van geheime ingang nodig. Het moet moeilijk zijn om in deze bij te kunnen komen. Maar ik zit zo te denken, wat nou gaan we als allereerste ervoor zorgen dat er een mooi hok omheen komt hier zo. Die doen we ongeveer zo groot en dan gaat hij hier weer dicht. En dan moeten we hem hier weer connecten aan de andere kant van de bij natuurlijk. Hé, niet vallen Alex, dankjewel. Jongen, jongen. Ah, hoppakee, we zijn bijna klaar tenminste met het omhulsel van ons huisje. En dan kunnen we hier dus super veel gave dingetjes in maken. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Oké, dit komt daar. Ik ben heel erg benieuwd naar het huisje van die meneer. Hoe hij die gaat maken. Want hij had daar in de verte dus al een huisje met superveel camera's. Maar dat was dan ook wel echt alles. En we hebben vandaag trouwens ook natuurlijk weer de security mod erin zitten. Dus die gaan we ook lekker gebruiken. Daar zit namelijk alles in wat je nodig hebt om een super beveiligd huis te maken. Zo, dat staat er allemaal bij. Dan moet er nog een dakje op. Oh, dit is zo cool. Kijk dan. Het is gewoon een groot zombiehuisje. Misschien moeten er ook wat vleugeltjes op trouwens. Dus laten we dat ook gewoon doen, oké? Even kijken, hoe werken zoomievleugeltjes? Ik denk zo, en dan zo, en dan zo. Het worden gewoon kleine vleugeltjes, weet je? Zo, ik denk op deze manier. Dit is perfect. En dan doe ik er gewoon wat wit glas tussen. Ik bedoel, je ziet heel vaak dat bij bijen de vleugeltjes een soort van doorzichtig zijn of zo. Dus dat hebben we hier ook bij de vleugels voor Zoomie. En deze vleugel moeten we nu precies namaken aan de andere kant. Even kijken, hoe werkt die precies? Oké, en... Oh, niet naar beneden vallen! Daar, en dit dan zo. Hoppakeetjes! Oh, dit ziet er zo lief uit! Het lijkt me wel handig om Zoomie een beetje te beschermen natuurlijk. En daarom gaan we als allereerste een groot lavameer bouwen. Ik denk dat we hem ongeveer zo breed gaan maken. 4 blokken van daar. 1, 2, 3, 4 van daar. En dan nu opvullen maar! Ja, opvullen. Eerst de lijntjes maken. Dan kunnen we hem opvullen. 2, 3, 4, 5. Hoppakeetjes! En die daar zo. Oké, en nu dan lava. Maar de vraag is dan, gaan we echte lava gebruiken of nep lava? Het verschil tussen deze twee is dat de echte lava super veel pijn doet en super heet is. En de nep lava ziet eruit als echte lava die dus super veel pijn doet. Maar eigenlijk is het net hetzelfde als water. En ik denk dat het wel leuk is om die te gaan gebruiken. Hiermee kunnen we namelijk super veel mensen trollen, terwijl we zelf gewoon wel naar ons huis kunnen. Ik bedoel, er moet natuurlijk wel een weg zijn om in het huis te kunnen. En om natuurlijk bij mijn eigen gouden appeltje te komen die ik zo meteen moet gaan verstoppen. Want ja, anders kan ik er zelf nooit bij. Pakketjes. Oké, dit stroomt allemaal lekker vol zo. Dan moet er hier ook nog heel veel lava komen. Oké, hoe dit eruit ziet. En dit is dus allemaal nep lava. Kijk, dit zit allemaal mooi vol. Het is zo moeilijk om lava te vullen. Lava is veel moeilijker dan water eigenlijk nog. Maar het lukt wel, het lukt wel. Het gaat er mooi uitzien, hoop ik. Kijk hoor. En dit zit vol. Hier nog een paar kleine stukjes. Hoppakeetjes. Stroomt er hier nog ergens wat verkeerd? Zo, dat ging per ongeluk. Ja, hier zo nog. Oh, hier nog eentje. Oké, en nu ziet het er goed uit. Kijk dan. Zoomie is zo goed beschermd. En dan ga ik nu dus naar survival. Kan ik er als het goed is doorheen zwemmen? Vertrouw ik wat ik heb gemaakt? Ja, kijk dan. Ik zwem letterlijk door de lava. Natuurlijk moet het voor meneer de beveiliger straks wel lijken alsof het super moeilijk is om hier binnen te komen. En hoe zullen we dit doen? Oh, ik heb een idee. Als we namelijk gewoon cobblestone plaatsen, kunnen we een soort jump parcours maken. En die begint hier bij het hoofdje van Zoomie. En dan ga je hier erop. En dan hier naartoe. En dan hier naartoe. Even kijken hoor, hoe gaat dit? Zo, kan dit? Is deze te halen? Ja, deze is te halen. En dan hier naartoe. Oké, dat is ook wel... Oh nee, die is niet te halen. Deze wel zo. Even kijken hoor. Oké, ik ga het proberen om te kijken of het allemaal haalbaar is. Je begint hier. Dan zo. En dan zo. Oh, deze is wel moeilijk. Ik ga deze hier zetten. En dat betekent dat ik deze ook een stukje moet verplaatsen. Oké, is die nu te doen? Oké, begin hier zo. Hop, hop. Oké, hop, let's go. Hop. Ja, oké, die is ook haalbaar. En hoppakee. En dan wil ik hier ergens de ingang hebben. Zo, ja, dit is perfect.
gek! Oh, maar wat die meneer dan niet weet, is dat er gewoon allemaal... dat dit allemaal neppe lava is. Ik ga wel wat speciale hekken gebruiken ook hieromheen, hoor. Ik wil niet dat die zomaar via de andere kant gaat lopen. Dus wat voor hekken we gaan gebruiken zijn elektrische hekken. Als je hier namelijk tegenaan loopt, dan word je gewoon getaserd. En dan ga je dood. En ik denk niet dat je dat zo snel wil hebben. Dus vandaar dat die gewoon overal omheen komen. Als ik zeg, ik ga het best beveiligd huis ooit maken, dan doe ik dat natuurlijk ook echt. Zo, dit ziet er zo wel goed uit, denk ik. En dan wil ik hier de ingang hebben eigenlijk. Hier kom je dus mijn best beveiligde huis in als enige manier. Maar ik wil wel een code ervoor hebben eigenlijk. Je hebt namelijk deuren met codes zoals je kan zien. Die deur gaan we gewoon hier neerzetten. En wat zullen we instellen als code? Ik weet er eentje. We doen gewoon dit als code. Hoppakeetjes. Dus alleen als je dit invult, kan je erin. Er moet natuurlijk wel een manier zijn om de code te vinden voor als ik hem zelf vergeet. Dus daar heb ik een ideetje. Ik ga hem hier namelijk gewoon op de zijkant schrijven. In het geval dat ik, voor het geval dat ik hem vergeet natuurlijk. Zo, kijk, dat is perfect. Zullen we hem nog wat mooier maken? Nee, oké, zo wordt hij niet mooier. Zo wordt hij alleen maar lelijker. Waarom vergeet ik mijn code? Staat hij dus gewoon hier aan de zijkant. En dit is dus ook een zijkant waar je niet doorheen langs gaat als je natuurlijk vanaf het parcours komt. Dus dat is al helemaal geweldig. Alrighty, dat staat op zijn plek. Dan is het... Oh, nee, dat is niet de code. Dit is de code. Dan is het nu tijd om aan de inrichting te werken. Hier ergens moet ik namelijk een kist verstoppen met daarin mijn gouden appel. Maar hoe ga ik die precies verstoppen? Ik zit te denken. Wat nou? Oh, maak ik hier een soort tunneltje van? En dan gaat hij hier dicht, de tunnel. Jeetje, wat is het donker hier. Oké, maar dat is perfect. En dan wil ik hier twee luikjes hebben. Voor die luikjes gaan we dan ook een trapdoor gebruiken. Want als je onder een trapdoor gaat staan, kan je zoals je ziet naar beneden gaan. En dan pas kan je deze kleine poortjes doorheen. Even kijken hoor. Ja, dit is perfect. En hier moet ook zo'n deurtje zo komen. Oh, waar is mijn deur? Hey! Oh, hij ligt daar. Oké, en dan ga ik nu hier even onderdoor. Zo, die moet even weg en die moet weg. Right, en deze gaan nu weer dicht. Zo. En dan heb je geen idee dat hier gewoon de deur onder zit. En een van deze twee deuren wordt een goede deur en de ander wordt een slechte deur. Dus wat nou al gaan we deze deur zo maken dat je hier een soort van gek bochtje om moet. En dat je dan hier in een klein kuiltje valt. Ja, ik denk dat dat een goed idee is. En wat ik dan wil doen in dit kleine kuiltje is iets leuks. In deze mod zitten namelijk ook kanonnen. Turrets heten die volgens mij. Nee, niet turrets. Waar staat die? Even kijken. Kijk, daar staat die. Een sentry is dit. En dat is precies wat we hier gaan neerzetten. Als je hier nu namelijk in dit gat valt, dan schuift er hier een groot kanon uit dit blok. En dan word je gewoon neergemaaid als je hier te lang staat. Ik denk dat dat wel een leuk ideetje wordt. Zo, dan doen we dit eventjes zo. En je kan ook gewoon niet meer terug als sta je hierin. Dus eigenlijk moet je dit gat wel in. Maar ik ga het wel laten lijken alsof er hier nog een uitgang is. Zodat iemand hier nog sneller in kan gaan trappen. Zo, even kijken hoor. Dan moet ik die zo neerzetten. Oh, dit moet snel dicht. Dit is niet goed. Kijk, dat is perfect. Oh, maar achter die klep zit dus helemaal niks. Dan bouwen we dit nog eventjes mooi helemaal dicht op deze manier. En misschien moeten we dit ook even dicht maken. Zo, dit is perfect. En de andere kant, dat wordt natuurlijk wel de goede kant. Dit wordt de kant die je wel moet hebben eigenlijk. En hier komt dan een hele kruipgang, denk ik zo. Ik denk dat dat wel mooi wordt. Oké, en dan kom je hier dus uit. Ik moet deze wel even testen hoor. Dus ik hou hier nog heel even een klein gaatje in open. Oké, je komt dus hier binnen. Dan ga je hier eronder door. Dit is de goede deur. En dan kom je hier uit. Hier kan je weer staan. En ik wil ervoor zorgen dat je hier een sprongetje kan maken eigenlijk. Hier wil ik namelijk wel echte lava hebben. En hier mag je gewoon niet invallen. Als je hier invalt, dan ben je gewoon heel slecht. Dus ik hoop dat die meneer er wat van kan zo meteen. Kijk, dan staat dat daar. En dan kom je hier uit. Hoppakee. Oké, deze sprong kan je makkelijk halen. Een drie blok sprong. Ja, dat is wel te doen. En als je dat dan hebt gehaald, dan kom je hier zo uit. En hier wil ik denk ik iets hebben dat je hier naar beneden valt een stukje. Oh, dit gaat zo'n vet beveiligd huis worden. Dat is niet normaal. Broeken, hoe gaaf het nu al is. Hier eronder door, hier erin. Hier kruipen, kruipen, kruipen. Over de lava. Hier naar beneden. En wat gaan we dan hier maken? Wat zijn vallen die we nog kunnen gebruiken? Die we nog niet hebben gebruikt? Misschien kunnen we wat lasers neerzetten. Ik denk dat dat wel cool is. Hier moet je dan letterlijk gaan vallen door een laser. En dan wil ik ook nog zo'n laser hier hebben. Dit ziet er zo cool uit. Hoppakeetjes. Twee lasers. Jong, er doorheen. En dan pas kom je hier beneden aan. En hier kunnen we dan denk ik wel een mooie kluis maken. Maar de vraag is, gaan we daar al de appel in verstoppen, ja of nee? Ik denk dat ik daar nog heel eventjes mee wacht. Ik wil die meneer de beveiliger namelijk nog
één keertje heel erg voor de gek houden. Laten we er even wat glas bij pakken. We hebben namelijk een klein beetje licht nodig misschien hier. En dan gaan we glas pakken wat niet zo snel kapot gaat. Daarboven kunnen we dan namelijk een lenter plaatsen en dan gaat die ook niet kapot. Dit is namelijk heel speciaal glas wat gewoon niet zo snel breekt. En die komt hierboven dan ook te staan. Hoppakeetjes. Het moet allemaal wel goed verlicht zijn namelijk, anders zien we zo niks. Oké, en in deze kamer wil ik dan eigenlijk gewoon heel veel diamantjes hebben. Maar dat zijn niet zomaar diamonds. Dit zijn diamonds met een mine erin. En wat dat inhoudt is dat als je deze diamond hakt, het explodeert. En deze diamonds, die komen zo meteen gewoon hier te staan. Dus je moet die wel hakken, want anders kan je niet door. En als die diamonds pas zijn geëxplodeerd, dan pas kan je hier naar achter komen. En kan je dus naar de gouden appel toe gaan. Nee, gaan we dat natuurlijk ook niet al te makkelijk maken voor de meneer beveiliger daarbuiten. Zo, dan doen we hier even wat lampjes. En dan gaan we hier nu een mooie kist zetten. Maar dit is dus niet zomaar een kist. Waar staat die? Daar staat die. Dit is namelijk een klikkist. Of een soort kluis eigenlijk met een wachtwoord. En het wachtwoord zou best wel makkelijk te raden zijn. Al heb je eerder goed opgelet in dit huis. Het wachtwoord is namelijk weer dit. Save and continue. En dan gaan we daar mijn appeltje in opbergen. Oh, kom op appeltje. Succes daarbinnen. Dan is het nu tijd om dit hier neer te leggen. Oh, en dan denk ik dat we wel klaar zijn hiermee. En alles is dus gewoon haalbaar. Dus ik ben echt benieuwd hoe die dit gaat doen. Zo, we doen de deur weer eventjes open en dicht voor de laatste keer. En dan denk ik dat we klaar zijn. Meneer de beveiliger, bent u al klaar? Oké. Ik ben super benieuwd of het jou gaat lukken om in te breken in mijn onmogelijke huis. Kom maar aan de andere kant van de muur, zou ik zeggen. En ik zou zeggen, zet je spawnpoint eventjes, want er zitten wel een paar valletjes in. Het is niet best, dat klinkt niet best. Oké, ik moet hier mijn spawnpoint zetten, hè? Ja, precies. Je mag ook even naar survival gaan en dan gaan we beginnen. Ik ben echt benieuwd of dit je gaat lukken. Ik zou niet al te veel eten meenemen, want het kan zijn dat je het kwijtraakt. Maar oké, ik ga in game mode spectator. Het is wel een mooi gebouw hoor. Of wat ja, moet je toch? Voorstellen? Wat moet je voorstellen? Een bij. Kijk uit voor het hek, joh! Het is dit een bij. Moet mijn huisdier bij Zoomy voorstellen. Jongen. Ja, maar nou, Nou, heel veel succes met in mijn huisje komen. Ik ben benieuwd of het je gaat lukken. Kijk uit voor die hekken, die doen toch pijn? Dat zag je net toch ook al? Ja, sorry, ik ben vergeetachtig. Oké, succes. Welke kant moet je op? Weet je het een beetje te vinden, denk je? Ik weet het niet. Hier. Je hebt nog net gehad. Go. Volgende. Wat? Dat is lava, kijk maar. Het is nep lava. Je kan er gewoon doorheen zwemmen. Heb je me letterlijk getrold? Ja. Maar nu moet je nog binnenkomen hier zo. Wat is de code van mijn huis? Ik kan je een kleine hint geven. Hij is hier ergens te vinden. Maar waar? Nee, dat moet lukken. Wacht. Binnen de hekken te vinden. Kijk uit voor die hekken! Jeetje. 0000000. Nee, dat is er niet. Nee, hij is te vinden binnen de hekken. Je kan de code gewoon vinden. Oké. Maar waar? Hier ben je net al allemaal geweest. Zie hier een code? Op de voelsprietjes van Zoomy? Ik weet het niet. Ik zie nog niks. Heb je hem gevonden? Ja, een 9. Ja, een 9. Ja. Het is een 9, denk ik. Dan maar. 9. Nee, dat doet hij niet. Oh, dat doet hij 9 niet? Misschien als je hem omdraait, inderdaad. Ja, ik heb hem. Ik ben binnen. Maar welke kant moet je nu op? Ik zit vast. Help. Ja, je moet nu een kant op. Je kan deze klepjes open en dicht doen en dan kan je kruipen. Je moet kiezen of je naar links of rechts wil. Ik ga naar links. Oké. Oh, nu zit je vast. Waar blijft de turret? Nee, dit kanon werkt niet. Ik had hier een kanon gezet. Weet je wat? Dan doen we het maar een klein beetje anders. Nee, ik ben lief geweest. Hoe lief ben jij geweest? Ik heb ingebroken in je huis. Wat? Ja, sorry. Dit voor je! Sterf! Ja, dan moeten we het maar zo doen. Welke kant ga je nu op? Ik ben er benieuwd naar. Ga je dezelfde fout maken, ja of nee? Ik vind links wel leuk. Nee! Dat gaan we toch niet doen. Je bent net links geweest, joh, gek. Ja, dan doen we rechts. Welkom aan de rechterkant. Hier is lava. En ik zal je een kleine hint geven. Ja. Het kan echte lava zijn. Het kan ook neppe lava zijn. Oké, nou, het zal pas nep zijn. Het is wel echte lava! Je bent erin getrapt! Oh, dit keer wel. Oh, dit
Dit is geweldig! Oh, daar is die alweer. Ga je het nu wel redden? Ja of nee? Ja, 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 ik ben er benieuwd naar. Ja. Goed zo, gewoon eroverheen springen. Ja, waar moet je nu heen? Ja, wat is dit, joh? Ik heb geen idee. Het ziet eruit als lasers. Ik heb je toch gezegd dat het best beveiligde huis ooit is? Ja, dat is wel knap. Ik ga er gewoon voor. Oh, dit is een pijn! Nee, het viel wel mee. Wow! Wat heb je hier nou weer gevonden? Diamanten met... Ja, ik heb de schatkist gewonnen. Dit zijn de schatkisten. Je hebt het gevonden! Weet je wat? Oh! Wat? Wat is dat? Ik wou je net een pickaxe geven! Oh, nee. Oh, je bent er nu al in getrapt. Oh. Het waren geen echte diamanten. Het was een bom. Oh, nee. Dat was de schat nog niet eens. Je moet nu doorlopen, maar ik zou eerst het vuur een beetje blussen als ik jou was. Ja, oh, dit is wat, joh. Dit is wel een goed huis, hoor. Dit is de echte schat. Vanaf nu geen trolls meer. Je hebt het eerlijk gehaald. Maar er is nog één dingetje. Wat is de code van de kluis? Oké, laat me kijken. Dit is een moeilijke. Ja, ik weet hem. 9. Oh. Nee. Negen. Hij stond op de muur buiten. Oh, je hebt hem ook gebruikt voor de deur. Ja. Goed zo. Ja, ik heb hem. Oh, gefeliciteerd. Oh, je eet hem gelijk op. Oh, ik had honger. Hij is al op. Oh, nee. Kunnen we dit opnieuw doen? Welkom bij mijn huis. Wow, dit is zo cool. Dit ben jij. Ja, het is het sterkst beveiligde huis. Je komt er sowieso niet in. Mis je niet een oog, volgens mij? Ja. Oh, maar hier kan je toch best wel makkelijk in inbreken, lijkt mij. Ik zit wel even een spawnpoint en ik pak ook eventjes wat eten voor onderweg. Hoe ga ik hier inkomen? Ik zie hier ergens allemaal zand. Au! 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 Oh, dat deed pijn. Ja, daar ben je ingestonken. Waarom doen die hekken zo pijn, meneer de beveiliger? Oh, maar er moet wel... Au! Is dit de ingang? Ja, nee, misschien. Maar wat is de code? 1 werkt niet. Hoe kan ik de code vinden? Ik ga je een tipje geven. Oké. Als je goed zoekt, dan vind je de code. Ik moet zoeken. Zou die hierin zitten? Au! Het is echt te laat! Au! 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 Dat doet pijn. Stop. Water. Had je nog maar net geluk. Goed zoeken. Waar kan het zijn? Waar kan een code zitten? Zit hij hier ergens in verwerkt? Nee. Waar kan die dan zijn? Ik zie hem hier ook niet. Ik geef je een tipje. Oké. Ik heb een hele mooie snor, toch? Ja, denk ik. Ja, ga daar eens even zoeken. Bij je snor. Oh, ik zie... Oh, ik zie er wat. Het staat er. Oh, ja, ik heb hem gevonden! Oké, als dit hem is. Oké, eerst even wat eten. Nom. Woehoe! Oké. De code is 1, 2, 3. Had je niks beters kunnen bedenken dan 1, 2, 3? Ja, eigenlijk wel, hè. Wow! Je hebt hier al je trouwfoto's gehangen. Ja, mooi, hè. Oké, maar wat is hier de code dan van? 1, 2, 3. Nee, die werkt niet. Oh, ik zie er wel allemaal codes door. Au! Erachter. Is een van de codes van deze deur een van de codes die erachter staat? Ja, dus moet je goed gokken. Oké, wat is een code die je snel zou kiezen? Ik zie hier. Laten we gewoon linksboven beginnen. En die code is 89312. 89312. Nee, dat is hem niet. Oh, dit is een lastige. Oké, 6721. 6721. Ook niet! Oké. Goed zoeken. 1-4-2-3. Nee, dit is hem ook niet! Dit is zo moeilijk! Ik zei toch, best beveiligde huis. 1-7-8-3-5. 1-7-8-3-5. Ook al niet! Dit is slecht in. Nou! Ik zie daaronder een kleine code. 2-5-4. 2-5-4. Nee, ook niet! Ik zie daar... Wacht, nee. Ga me niet vertellen dat dit hem is. 1-2-3-4. Oh my god! Het is de meest simpelste code, natuurlijk! Ik had het kunnen weten! Oh, maar... Waar ben ik nu? Oh nee, hier is nog zo'n deur. En is dit jouw varkentje die hier staat? Ja, dat is die van mij. Mijn vrouw. Wat zeg je nou? Je vrouw. Oké. Laten we maar proberen de code te raden. Je gaat me niet vertellen dat het weer 1, 2, 3, 4... Nee, oké. Nu is het niet dezelfde. Welke ziet er nog meer simpel uit? 1, 2, 3, 4, 5. Nee joh. Het is weer zo'n makkelijke code. Hallo varkentje. Dit is een hendel. Is dit een hendel voor dit klepje hier zo? Oké, laten we het proberen. Ja, hij werkt! Oké, dit is top. Doei, huisje! Ik ga hier naar beneden! Waar ben ik? Oh nee, waarom staat er hier allemaal TNT? Ik vind het niet leuk. Moet ik hier weer de code raden? Oh my god, ik zie er allemaal lava. Oké. Ik ben nu echt van jou gewend dat het de makkelijkste code is. En ik zie hier weer een code staan. 1, 2, 3, 4, 5 en een code 000. Ik zit tussen deze twee te twijfelen. Laten we eerst 2, 3, 4, 5... Nee, oké, dat is hem niet. Dan 0, 0, 0, 0... Ja! Oh, je bent
raden. Oh nee, maar hier hebben we nu een heel parcours. Oké, ik moet hier goed voor eten. Oh, daar gaan we dan. Oh, oh, oh! Het is neppe lava? Ja! Je zit maar om! Is dit al... Ah! Ah! Die is echt! Die is heel heet! Die is heel heet! Oké, okay, nee, ik vertrouw jou niet meer. Ik vertrouw jou niet meer! Ga uit, ga uit! Er is hier ook ergens water! Oh nee, deze doet zoveel pijn. Eten, 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 eten. Mop, niet dood. Oh nee, oké, daar gaan we. Oké. Deze is vier blokken. Vier blokken is super ver. Ah! Oh, hier kon je gewoon doorheen zwemmen. Oh, dit was nep. Maar wat zit er hier? What? Oh my god, ik ben rijk. Je hebt het gevonden, gefeliciteerd. We beginnen met het huis. En het huis gaan we maken van bedrock en blauwe blokken. Bedrock is namelijk het sterkste blok wat er natuurlijk is in Minecraft. En ik heb ook een hulptool vandaag. En dat is namelijk deze toverstok. Het is gewoon een X. Maar ik geloof me, deze kan toveren. Wat ik namelijk kan doen, is ik kan hier een platform van 10 maken. Zo, en dan hier 1. Maak ze van... 11 trouwens. Van 11. Nee, 10. Nee, 11. Oké, ik heb hier een streep van 11 blokken. En dan moet hier nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan zijn dat er ook 11. En wat ik dan doe is, dan doe ik dit. En dan doe ik dit. En... / set bedrock. Bada! We hebben een heel bedrock platform. Hierop komen dan ook al mijn muren van bedrock te staan. De binnenste muren worden dit. Want er komen dus dubbele muren in dit huis. Zo speciaal wordt dit huis. Oké, we moeten dus een veilige huis bouwen. En ik wil er wel in bouwen waar Alex nooit in komt. Gewoon echt never gewoon. En ik denk dat ik wel iets eventjes wil gaan uitmeten. Ik bedoel, het lijkt me verstandig dat we ook een huis gaan bouwen. Want anders dan wordt het lastig ergens in te breken. En ik wil dat denk ik ongeveer zo groot maken. Zoiets. En dat betekent dat ik hier in het huis wil maken. Je hoeft niet heel groot te zijn. Want er komen allemaal dingen nog omheen natuurlijk. En dat is natuurlijk de bedoeling van een beveiligd huis. Met allemaal prikkeldraad en dat soort dingen. En lasers en lava. Wow, ja, dat gaat super vet zijn. Hierop komen dan ook al mijn muren van bedrock te staan. De binnenste muren worden dit. Want er komen dus dubbele muren in dit huis. Zo speciaal wordt dit huis. En die moeten we dan overal even neerzetten. Oké, dan doen we nog de laatste muur hier zo. En dan doen we nog de laatste muur daar zo. Voilà. Oké, dat staat op zijn plek. En nu moeten we het bedrock nog een klein beetje verstoppen. Al doen we dat namelijk niet, dan valt het namelijk best wel op dat ons huis helemaal omsingeld is met bedrock. En het verstoppen, dat gaan we doen met blauwe blokken. En ik weet het, het gaat nu echt lijken op een mega kubus. Maar daar kunnen we zo meteen verandering in brengen. Het gaat er eerst om dat het gewoon veilig moet zijn hier zo. En in dit pad wil ik natuurlijk allemaal lava gaan maken. Ik bedoel, door lava kun je namelijk niet heen zwemmen. Dus we gaan hier allemaal lava ingooien. Hup, 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 hup. Zo, dit helemaal. Oké, en hij is helemaal opgevuld gewoon. En ik denk dat ik dat randje daarvoor ook nog helemaal opgevuld wil hebben. We moeten extra beveiliging gewoon hebben. Anders komt Alex er gewoon in. En daaromheen komen straks lasers. Alleen ik wil ook iets van prikkeldraad toevoegen. En ik denk dat dit perfect is om hier te doen. Kenan, dit ziet er toch nu al best wel goed uit als een gevangenis. Ja, oké. We moeten aan de binnenkant ook zeker... De binnenkant moet nog meer huiselijker worden. De binnenkant van de veilige kubus natuurlijk. Dus wat we daarmee gaan doen, is die gaan we helemaal met wit wol maken alvast. En dan kunnen we binnen zo meteen allemaal schilderijtjes hangen. En allemaal leuke versiering. En natuurlijk ook een klein kamertje of een klein hoekje. Waarbij we alle camera's kunnen bedienen rondom het huis. Dat is namelijk wel echt super belangrijk. Dat die goed in de gaten gehouden worden. Oké, hier komt een vloer erin. Ik wil ook wat meer accentjes in de muur hebben. Want de muur vind ik er echt heel saai uitzien. Dus wat ik dan ga doen, is ik ga het een beetje afwisselen. Met concrete powder. Zo ziet het er van een afstandje veel meer uit als een echte muur natuurlijk. Omdat je er gewoon wat meer detailtjes in hebt gewerkt dan. En dat vind ik altijd wel super gaaf van Minecraft dat dat kan. Kijk, op deze manier. En dan hebben we gewoon een 3 blokken brede muur. Hier komt niemand in. Tenzij je van de bovenkant komt. Maar er moet nog een dak op komen. Die komt er ook zeker op, geloof me. Maar er is eerst nog iets anders wat we moeten doen. Dat is namelijk zorgen dat de buitenkant ook supergoed beveiligd is. Hiervoor ga ik een soort kooitje maken op deze manier. En hiertussen kunnen we dan of lava zetten. Of we zetten er neplava. Of we zetten er cactussen. Iets wat het gewoon moet beschermen. Maar dit ziet er al supercool uit tot nu toe. En superveilig. De camera's hangen we alvast wel op. En die moeten op alle hoeken van het huis komen. Zodat we iedereen kunnen zien die binnenkomt. En iedereen die wat verdachts doet rondom mijn huis kunnen zien natuurlijk. Deze camera's gaan we zo meteen ook allemaal instellen op een computerscherm. Zodat we ze daadwerkelijk kunnen bekijken.
En een alarm is ook wel echt iets wat we nodig hebben. Maar die gaan we later aansluiten. Eerst komt hier namelijk allemaal lava. Hoppakee, op deze manier. En wow, het ziet er nu al veilig uit met dat bedrock zo eronder. Niemand kan dit huis wat doen. We hebben alleen wel nog een ingang nodig trouwens. Maar die ingang wil ik dus een klein beetje gaan verstoppen eigenlijk. Je mag niet zomaar dit huis in kunnen komen. Dus ik dacht eraan, wat nou? Al maken wij een ondergrondse tunnel met een ondergrondse kelder onder ons huis. Dit ziet er tot nu toe best wel groot uit. Dit is alle ruimte die we dan hebben tot nu toe onder ons huis. We kunnen het nog wat dieper gaan maken. Oh, voilà. Dat scheelt een hoop. Dan moeten we de muren natuurlijk weer vervangen door bedrock. We hebben natuurlijk wel een kleine baas nodig. En ik denk dat ongeveer dit al groot genoeg is. En hier worden dan mijn oogjes. En dan heb ik nog witte blokjes nodig, denk ik. Dus white concrete. Zo, hup. En dan doe ik die aan de zijkanten. Want dat zijn mijn ogen. En ertussenin komt volgens mij mijn neus. En daarboven komt mijn haar al. Zo, en hier nog een plukje normaal. En, oh, ik heb ook nog een wenkbrauw natuurlijk. Dat is een soort van donkergrijs of zoiets. Ik denk het maar. Ik ben niet zo goed in bouwen in ieder geval. Zo, hup. Dit doen we dan hier, oh, zo. En dan hier dat haar overheen. Zo, hup, 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 hup. Oké, dit ziet er niet heel erg mooi uit in principe. Misschien is het beter. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat deze bruin ook ietsjes mooier is om te gebruiken. Denk ik persoonlijk. En dan heb ik hier zo een vakje boven mijn wenkbrauw dat nog leeg is. Zo, en wat hebben we dan nog meer? Ja, ik denk dat dit ongeveer wel goed is zo. En dan vullen we natuurlijk dat haar helemaal op zo naar achter. Hup, zo. Want ja, je hebt natuurlijk haar over je hele hoofd zitten. Zo. En het is niet perfect, maar dat maakt ook niet helemaal uit. Ik bedoel, zolang je maar een beetje ziet dat ik het ben. Lijk ik er een beetje op? Ik betwijfel het. Misschien als ik wat lichte dingetjes tussendoor doe. Zo. Oh, dit ziet er al helemaal niet uit. En dan hebben we zo'n enorm grote geheime bunker onder ons huis. En dan wil ik de deur naar deze bunker, denk ik, hier ergens hebben, de ingang. Dat je zo met een grote tunnel hier eronder doorkomt en daaruit komt. Dat zou perfect zijn. Ik ben hier nu een gang aan het maken. En deze gang wordt zo vet als ik hier nog white glass overzet. Voilà! Wow! Dit ziet er cool uit als een ingang. Oké, dit moet wel de gaafste ingang ooit zijn. En natuurlijk is het nu nog super makkelijk om in deze ingang te komen, zodat je in het geheime huis kan komen. Maar daar moeten we ook wat verandering aan brengen. In deze mod heb je namelijk ook speciaal glas. Dit is kogelvrij glas. En dit gaan we gebruiken bij de ingang hier zo. Want dit kan je nergens mee slopen gewoon letterlijk. En dat is perfect. Dat is precies wat we vandaag moeten hebben. En daarom zetten we het hier ook neer. Hier gaat het nog helemaal zo doorlopen. Op deze manier. En dan kan je hier naar binnen. Alleen ga ik de entree wel een stukje moeilijker maken dan het al was. Hier komt namelijk zometeen een super beveiligde deur waar je alleen maar met een speciale code naar binnen kan. Ook is het misschien nog wel leuk om hier een paar plantjes erbij te zetten. Het ziet er gewoon net wat gezelliger uit zo om binnen te komen. Hè? Het tweede deel van de gang, daar moeten we natuurlijk laten lijken dat dit echt heel goed beveiligd is. En dat gaan we doen door gewoon allemaal ramen te plaatsen met uitzicht op het bedrock. Zodat je echt ziet hoe goed gepantserd het hier binnen wel niet is. En dat het daadwerkelijk nooit gaat lukken om in dit gebouw in te breken. Tenzij daar een blokje bedrock mist, jongen. Oké, dit moeten we snel aanpassen. Oh, Lotte gaat dit zo niet winnen van mij vandaag. Dat is nu al helemaal zeker. Zo, dan hebben we daar een paal die helemaal vanaf door de grond doorloopt naar boven. En dan kom je vervolgens dus hier uit waar gewoon een normale deur is. En waar dus het normale huisje ook daadwerkelijk is. Kan je hier naar boven zo? Ik denk dat die deur daar moet. Ja. Op deze manier kom je er wel. En we zouden het dak ook gewoon open kunnen laten. Ik bedoel, niemand kan via het dak naar binnen. Dus ik ga dat ook gewoon doen. Maar wat ik wel ga doen, als ik dat doe, is ik ga van dit gebouw een soort kasteeltje maken op deze manier. Door er allemaal van die punten bovenuit te laten komen. Zodat het ook echt daadwerkelijk op een soort beveiligd kasteel lijkt. Zo. Ja, dit is cool. Oké, en dit zo ertussen, die puntjes. We moeten er nog wel wat details bij toevoegen, denk ik. Maar het ziet er wel best wel gaaf uit. Wat we nog zouden kunnen doen, is dat we deze hoekjes dan verhogen met de puntjes mee. En dan ziet het er gelijk al een stuk beter uit, vind ik.
Die punten, die staan er natuurlijk niet voor niks. Wat we daar namelijk gaan opzetten is een... Wat is dit? Een Sonic Security System? Kan je dit hier neerzetten? Oké, dit kan je daar niet neerzetten. Maar dit kan je hier wel neerzetten, dacht ik. En wat dit is een wapen. Oké, staat er niet... Nou, hij staat er op zich al prima. Dit zijn namelijk wapens. En als er monsters in de buurt komen, dan doen die wat. Stel, hè, we zetten hier een creeper nu neer. Zou die dan al werken op die afstand? Nee. Oké, dat is niet zo fijn. Maar stel, we zetten hier een creeper neer. Oh, kijk. Er wordt gelijk de lava heen gegooid. Wow, dit werkt zo goed. Je ziet gewoon al die wapens naar buiten komen om van de muur te schieten. Oké, op deze manier zullen er ook geen mobs spannen op de muur. Wat ik ook nog wil is een elektrocuteerhek om het hele normale hek heen. Als je hier tegenaan loopt, dan krijg je een schok en word je dus gedamaged. Kijk maar naar deze creeper, als dat werkt. Creeper, hek. Oh, hij loopt om het hek. Ja! Creepers moeten er niet tegenaan lopen als... Oh, nee. Wow, het werkt! Ja! Schiet hem neer! Ja! Let's go! Dit is zo cool! Oké, creepers kunnen dus wel geëlektrocuteerd worden en die worden dan een stuk sterker. Dus dat is misschien niet al te handig. Maar, hey, het afweerkanon werkt! Ik denk alleen niet dat het zo fijn is dat als je hier binnen staat, dat die afweerdingen ook op jou kunnen schieten. Dus ik denk dat we er maar beter toch wel een dak op kunnen zetten. Het dak wat ik erop ga zetten, wordt wel gemaakt van glas. En niet van zomaar glas wat we nu hebben. Het moet namelijk van white reinforced glas gaan gemaakt. En het glas steekt ook een beetje uit boven de puntjes, maar dat is denk ik niet erg. Ik denk dat dat er best wel cool uitziet, juist op deze manier. Ja, het ziet er heel cool uit. Hier kunnen de wapens ook niet doorheen schieten, dus ze kunnen niet mij van binnenaf neerschieten als ik daar sta. Dat is heel fijn, maar nu moeten we nog een beveiligde deur hebben. En de beveiligde deur zetten we hier neer. En daar doen wij een code op en deze code mag je tegen niemand doorvertellen. 1, 2, 3, 4. En als ik nu 1, 2, 3, 4 intyp... kan ik naar binnen, maar als ik een andere code intyp, dan kan dat niet. Het laatste wat we dan nog moeten doen, of één van de laatste dingetjes, is we moeten natuurlijk de camera's op de camera monitor zetten. Dus dat doen we. We zetten deze erop, en ik denk dat we voor nu alleen nog even de voorste erop zetten. Dat is wat handig. Dus al klik ik hier nu op, kan ik namelijk precies zien wat er voor de deur gebeurt. En deze camera monitor, die hangen wij hier op, hoppakee. En die kunnen we er dus altijd van afhalen, zodat we kunnen kijken wat er gebeurt. Het is tijd om het huis wat meer huiselijk te maken, daadwerkelijk. Ik vind het hier wel leuk om een kleine bank zo te hebben. Een hoekbankje. Hier kan wel een kleine keuken komen. Gewoon een simpele kleine keuken. Hoppakee, die doen we daar. Met een leuk gasfornuisje daar. En natuurlijk moet de oven ook daadwerkelijk een beetje werken. Oké, op die manier. Dat werkt top. Dan hebben we daar de oven. Daar het gasfornuis. Daar de koelkast. Een bankje. Laten we hier nog even een matje leggen. En hier ook. En natuurlijk is een huis geen huis zonder een kleiner schilderij, dat wel? Laten we deze hier op... Nee, weet je wat? Laten we deze... Ik wil een kleine. Zo lange. Die staat echt perfect in dit huis. Ik ben zo benieuwd wat jij gebouwd hebt, Lotte. Oh, Alex. Ik ben ook benieuwd wat jij hebt gebouwd. Maar gaan we eens voor mij kijken? Ja, van dit... Wow! Heb je nou een hoofd gemaakt? Ja. Wie zo'n hoofd is dit, denk je? Ik weet niet of je het kan zien. Nee. Cheers! Ik zie het niet. Ik ben het, Alex! Lotte, dit lijkt niet eens op jou. Dit lijkt meer op een jongetje. Ja, maar ik kon niet zoveel anders doen. Ik ben niet zo goed in hoofd te bouwen. Oké, Lotte, maar hoe kom je hier ooit binnen? Ja, dat is aan jou natuurlijk. Moet ik dit in survival doen? Ja. Oké. Deze lasers doen niet mij pijn? Nee, ze doen me geen pijn. Oké, dat is goed om te weten. Ik zou er wel mee eens oppassen, Alex. Dit is heel heet. Is de lava echt? Oké, de lava is echt! De lava is echt! Oh, Alex, vlieg snel water in! Waar? Nee! Waar moet ik er dan in als de lava me pijn doet? De lasers niet. Wacht eens even. Yeah. Is dit wel... Ja! Dit is nep lava! Oké, hier kan ik er tussendoor. En dan moet ik nog in jouw hoofd soort van zien te komen. En ik denk dat ik hier al wat zag in jouw haar. Ja. Oh, wow! Oké, ik zie hier allemaal diamonds. Wat? Ik ben geband voor vliegen! Welkom in mijn meest beveiligde huis ooit. Hier ga jij nooit, maar dan ook nooit zomaar binnenkomen. Wat is dit, Alex? Dit huis heeft 3 verschillende lage muren. Heeft een speciale ingang los van het huis. Is omringd door lava. Daarnaast nog omringd
door een elektrisch hek. En als jij te dichtbij staat, dan ja, je kan het proberen. Loop er maar eens naartoe. Bij het hek krijg je er iets van dan? Dan krijg je inderdaad een schok. Oké, dan, wat? En moet ik hier naar binnen of zoiets? Maar je kan de code nooit raden. Misschien moet ik ergens iets vinden of zo. Dat lijkt me wel. Misschien is het wel een aanwijzing of zoiets. Ik zal goed opletten, okay, Lotte. Die kanonnen staan op scherp. Kanonnen? Waar heb jij het over? Kanonnen? Nergens. Lotte, het hek staat ook op scherp. Hoe doe je kanonnen, Alex? Bolle! Pak er! Schiet er! Oké, Alex, je hebt best wel een flink veilig huis, merk ik al. Maar moet het toch iets van een bordje zijn of iets van een aanwijzing? Dat heb ik hier niet opgehangen, want ik onthoud mijn codes altijd. Ja, dat is niet heel slim, Alex. Als je de code vergeet, 1, 2, 3, 4. Oké, die ga ik invoeren. Komt-ie. 1, 2, 3. Nee, ik heb deze hele basis gemaakt en dan vergeet ik het bordje aan de achterkant weg te halen. Wow, wat is dit allemaal? Ik zei toch dat het veilig is hier, Lotte. Je wil niet in die lava vallen en er is ook heel veel bedrock gebruikt. Holy moly! Dit ziet er zo vet uit, Alex. Ik moet dus het veiligste huis ooit gaan bouwen. Die gaat sowieso veiliger worden dan dat huis van Alex. Maar eerst moet ik natuurlijk wel een huis hebben. En wat is nou veiliger dan bedrock? Dus ik ga sowieso beginnen met bedrock. En laat ik maar gewoon eerst beginnen met de basis van mijn huisje. En ik ga niet een heel groot huisje maken, want in principe maakt dat niet heel veel uit. Als het maar gewoon veilig is, oké? Dat is het allerbelangrijkste. Oké, ik ga even denken. Ik wil hier ook nog een soort van garage. Ik ga denk ik beginnen gewoon met de basis. Of nee, trouwens, ik ga dit wegdoen. Ik ga gewoon een heel klein huisje maken. En ik ga al mijn tijd gewoon erin stoppen dat er niemand, maar daar ook niemand ooit binnen kan komen. De basis van het huisje staat. En ik moet natuurlijk wel een deur hebben. En die ga ik hier precies in het midden zetten. Kijk, zo. En wat voor deur ga ik doen? Natuurlijk, de keypad deur. Alleen eerst moet ik de vloer natuurlijk ook wel van bedrock maken. Maar eigenlijk vind ik dat niet heel mooi. Dus ik heb een beter idee. Ik denk dat ik hier gewoon de lager onder alles van bedrock ga maken. En daar overheen doe ik gewoon hout. Maar als ik eerst de buitenkant helemaal bedrock maak, dan kan er nooit iemand naar binnen graven. Dit is helemaal top. Oké. En dan dit doen we nog even bedrock op deze manier. Zo. En dan pak ik... Ik pak gewoon, denk ik... dit is nice. Alleen, ik moet uitkijken dat ik niet te veel tijd ga verpesten natuurlijk. Want ik moet hem wel veilig maken en niet mooi. Oké, dit zetten we neer. Bim, bim, bim. Hoppakee. En de basis van het huisje is af. Natuurlijk de deur niet vergeten. En de deur zet ik hier neer. En, ik wil hem hier hebben. Alleen, het is niet zomaar een deur. Want als ik op... Maar het is niet zomaar een deur. Want als ik erop klik en ik doe een code. Welke code ga ik doen? 4, 6, 3. Want dat is namelijk het aantal abonnees wat ik op dit moment heb. Alleen dan natuurlijk 1000. En dan 4, 6, 3. En dan gaat de deur open. En dit gaat nooit iemand raden, denk ik. Oké, wat ga ik nu doen? Ik wil natuurlijk ook wel wat raampjes erin. Want anders vind ik het wel een heel lelijk huis. En ik wil natuurlijk wel een beetje een mooi huis. Dus... hallo, schaap. Wat? Oh, dit is een spion. Dit is een spion van Alex. Ik weet het zeker. Wegwezen, schaap. Doei. Oké, ik doe hier ik ook nog even een groot raam. En hier doe ik nog wat lange ramen. Maar natuurlijk kan je via een raam heel makkelijk inbreken. Maar daarvoor hebben wij mods. Ik heb hier namelijk reinforced iron bars. En daar kom je echt bijna niet doorheen. Maar ik heb hier ook een elektrisch hek. En wat ik kan doen, ik kan dit hier neerzetten. Oh, dit is veel beter dan ramen. Normaal gesproken zou ik ramen doen, maar het is niet zomaar een huis natuurlijk. Het lijkt op deze manier meer op een gevangenis, maar boeien! Oké, dit vind ik alleen heel erg lelijk. Dus, ik pak wat smooth quartz slabs en die doe ik hier. En kijk, hoppakee. Daar hebben we een soort van ingang. Ik denk dat dat wel leuk is om even te doen. En dan natuurlijk hier ook wat raampjes. En dan maken we natuurlijk ook nog even een bedrock pad, want waarom niet? Hoppakee. Moet natuurlijk wel een beetje mooi zijn. Oké, en dan hebben we nu het begin van het huisje, maar ik moet opschieten, want ik heb niet alle tijd. En dit gaan we in ieder geval even dichtmaken op deze manier. Zo, want ik wil namelijk nog een dak erop gaan zetten en daarvoor ga ik ook kwarts gebruiken. Dus we beginnen met dit. Hoppakee. Het gaat echt een heel makkelijk dak worden, want ik heb niet alle tijd natuurlijk om dit veilig huis te bouwen. Kijk, en dan heb ik nu dit en dan ga ik hier weer een laagje omhoog en op die manier ga ik straks gewoon... Kijk, en dan doe ik vervolgens dit en dan doe Kijk, en dan doe ik volgens dit, waardoor je een laagje omhoog gaat. En dan vervolgens krijg ik straks een heel mooi dak. Al wil ik mijn huis echt goed beveiligen, heb ik wel wat dingetjes nodig. En ik zat te denken aan wat nou al maak ik gewoon een hele grote gracht van water, lava of
cactussen. Of ik kan ook gewoon een hele diepe kuil maken. Ik heb deze hele handige axe in mijn hand, waardoor ik super makkelijk dingen kan verplaatsen en graven. Dus mijn huis wordt sowieso geweldig. In films zie je heel vaak dat boeven via de onderkant van hun huis naar binnen kruipen. En wij moeten ervoor zorgen dat dat niet kan gebeuren. Een beetje bedrock, dat zal wel moeten helpen. 3 lagen breed, dat is perfect. Hier kan toch niemand doorheen komen. De muren maak ik ook van bedrock. Boom. En dan de laatste muur nog. Dit gaat er zo goed uitzien. Wow. We zouden hieronder ook gewoon een geheime ruimte kunnen maken. Laten we het zien als een soort kluis. Hier kunnen we namelijk onder ons huis dan onze dierbaarste spullen verstoppen. Zoals mijn huisdierkip, meneer Kippie. Ik hou van je, meneer Kippie. Natuurlijk kan het huis niet zomaar vliegen. Dus lijkt het me handig om op de hoeken wel wat steunpalen neer te zetten. Natuurlijk moet er ook een ingang komen. Maar daarvoor heb ik al een plek. Hier is namelijk een speciale ladder. En als ik hier een gat doorheen graaf, kan je ook daadwerkelijk met deze ladder beneden komen in de geheime kluis. Dit wordt dan ook daadwerkelijk de enige doorgang om hier te komen. Dus je moet maar weten dat hier een ladder zit, anders kom je hier niet. Wat is naast bedrock het op één na sterkste blok in Minecraft? Weet jij het? Laat het weten in de reacties. Ik ga het verklappen in 3, 2, 1, netherite! En van dit blok gaan we de binnenkant van die kluis maken. Ik heb het hier namelijk over deze muren sowieso. Zodat het er gewoon net wat luxer, net wat duurder uit gaat zien. En natuurlijk wat veiliger. Want deze blokken zijn echt bijna onmogelijk om te breken. Het wordt wel een beetje donker hier beneden alleen. En straks spannen er nog allemaal zombies. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. Klik op het duimpje omhoog om deze kamer licht te geven met je linker pink. Wow, het is je gelukt. Ik ga hier een soort blauwe kamer van maken. Rondom de trap waarmee je natuurlijk naar beneden komt. Dit wordt dan ook blauw gemaakt. Zodat het allemaal mooi matcht. En voilà. Hiermee kom je beneden in de kluis. Dan wil ik wel wat meer blauw hebben. Ik bedoel, blauw is natuurlijk gewoon mijn lievelingskleur. Dus moet er wel veel blauw gebruikt worden in de veiligste kamer ooit. Hier kan dan bijvoorbeeld wat opslag komen. Waar ik al mijn kisten neer kan zetten natuurlijk. Die rekken komen allemaal hier tussen te staan straks. En ik ga deze rekken ook maken van spruce trapdoors. Ook zitten er in deze wereld blokken zoals lasers, camera's en nog veel meer. En daarmee gaan we het huis straks echt super goed beschermen. De kastjes staan allemaal op hun plek hier zo. Dat is geweldig. Nog wat extra rekken hierachter om het net wat meer op te vullen zal ook wel mooi staan, denk ik. En dan is het natuurlijk handig dat we ook daadwerkelijk wat dingen erin kunnen opbergen. Hier en daar een kistje, dat kan geen kwaad. En door die kistjes gaat het er gelijk ook echt super vol uitzien eigenlijk. En dat is echt top. Dat is precies wat ik wil hebben hier zo. Het ziet er nu al echt uit als een goede opbergruimte. Wat alleen nog een extra blauwe mat nodig heeft. Route erdoor maakt alles alleen maar mooier, lijkt mij. Op deze manier. Dat ziet er geweldig uit. En dat ziet er dan vervolgens zo uit. Oh mijn god, dit is echt een heel mooi dak. Kijk, en dan moet ik hier aan de binnenkant ook nog eventjes deze blokjes zo neerzetten. Hoppakee. En dan vervolgens moet ik dit natuurlijk wel een beetje gaan opvullen. En ik denk dat ik hier een soort van raampje wil. En dan natuurlijk weer met een hek. Ik denk dat dat wel leuk is om te doen. Dus hier wat bedrock. Zo. Hoppakee. En dan de bovenste verdieping wordt eigenlijk gewoon helemaal niet gebruikt. En daarom vind ik het denk ik wel leuk om hier nog een extra raampje te doen. Dus dit hier hak ik allemaal even weg. Zo. Oké. Ik vind het op zich wel een mooi bedrock huisje. Maar ik ben nog niet klaar. Want 4, 6, 3. Oké. Ik moet natuurlijk ook even een interieur doen. Ik pak hier wat diamond blokken. En ik ga het gewoon helemaal volzetten met diamond blokken. Dus degene die in dit huis komt, geloof me, die wordt echt heel erg rijk. Oké, zo. Allemaal diamond blocks. En dan, weet je wat? Ik pak er ook nog even wat goud bij. En ik pak even wat emeralds erbij. Kijk eens aan. Die doen we zo. En dan nog even wat goud hier en daar. Oké, dit is wel goed. En nu is de binnenkant van mijn huis klaar. Maar ik moet natuurlijk ook de buitenkant nog even doen. En daarvoor heb ik echt een heel leuk idee. Oké. Ik moet dus een soort van gracht maken. Want ik wil een lavagracht hebben, heel graag. En natuurlijk niet zomaar een lavagracht. Want ik wil nog iets extra's toevoegen. Maar eerst, eens even kijken. Zo. Dan gaan we hier weer deze kant op. En dan pak ik natuurlijk een lava bucket. En gooi ik alles vol lava. Er is nog iets wat ik wil doen. Want om iets veilig te maken heb je natuurlijk ook wat camera's nodig. Dus ik hang hier een camera op. Ik hang hier een camera op. En er
dan is er nog maar één ding wat ik moet gaan toevoegen. En dat is mijn hele veiligste huis klaar. Namelijk lasers. Oké, maar hoe kan ik die lasers het beste neerzetten? Ik denk gewoon op dezelfde plek als de cactussen. Nee, dat werkt niet. Ze moeten dichter bij elkaar, anders werken ze niet. Kijk, dit is top zeg. En dan, hoeveel blokken kunnen er tussen? Er kunnen 4 blokken tussen. Oké, dan weet ik dat. En dan hier nog. En dan doen we in de hoeken nog één. En dan 1, 2, 3, 4. Bam. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. En hier is ruimte voor een grote kluis. Alleen is dit niet een kluis om de dierbaarste spullen in op te sluiten. Dit wordt een kluis voor als er iemand hier binnenkomt en het toch weet te overvallen, die goed in de maling genomen gaat worden. Deze kluis krijgt extra dikke muren, zodat het de rest van het gebouw niet gaat beschadigen. Maar hij moet wel voor de hand liggend zijn. Als in, hier kan je gewoon diamonds pakken. Dit zijn alleen niet zomaar diamonds. Dit zijn namelijk diamanten bommen. Inderdaad, als je deze diamanten hakt, dan ontploffen ze allemaal. Kunnen er wel wat echte diamanten tussen verstoppen? Gewoon zodat het wat echter lijkt. En laten we er ook gewoon wat steentjes tussendoor doen op deze manier. Zodat het echt lijkt alsof je hier gewoon allemaal gratis diamanten kan pakken. Wat natuurlijk nooit zo is. Ik bedoel, als iets gratis is, als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook wel. Laten we voor het gemak hier en daar ook gewoon nog een paar pickaxes neerleggen, zodat het extra makkelijk lijkt om deze diamonds te kunnen hakken. Maar als jij deze video hebt gezien, dan weet je dat je er niet in moet trappen. Dus doe het niet. Ik heb een leuk ideetje voor deze grote krater die we hier eigenlijk hebben. Of voor deze, ja, hoe kan je het noemen? Ik ga hier grijs beton neerleggen. En waarom grijs beton? Nou, dat zie je zo. Dit ziet er goed uit. Ik heb hier een elektrisch schokhek. En ik kan je laten zien wat er gebeurt al ga je tegen dit hek aanstaan. We hebben alleen een proefkonijn nodig. Hallo konijntje, wil jij een lekker worteltje? Kom maar konijntje. En tegen het hek. Ja! Oké! Dit werkt wel goed. Waar ik dus aan zat te denken is om heel veel van dit soort hekken hier beneden te plaatsen. En als je dan hier naar beneden valt, dan zal je als het goed is geëlektrocuteerd worden. Yup, dat werkt. Maar we moeten deze beveiliging wel echt heel goed maken van dit prikkeldraad. Dus wat ik ga doen, is ik ga er een soort raar effect aan geven. Dat ons de beurt komt een stukje prikkeldraad met een elektrisch hek ertussen, wat het prikkeldraad aan gaat steken, soort van. Waardoor je gewoon daadwerkelijk doodgaat al val hierin en er nooit, maar dan ook nooit meer uitkomt. Is het een beetje heftig? Misschien wel. Gaat het werken? Oh ja, zeker. En alle lasers staan, alleen ik pak hier nog even wat elektrische hekken erbij en die ga ik erop zetten. Ik wil namelijk nog meer lasers, want anders is het echt veel te makkelijk om er doorheen te komen. Dus ik zet hier overal een hekje op en dan vervolgens zet ik daar nog meer lasers op. En dan is het gewoon oprecht echt onmogelijk om dit huis binnen te komen. Dat kan niet anders. Oké, let op hè, let op. Kijk, en dan nog meer lasers erop. Oh mijn god, Alex gaat hier echt nooit voorbij kunnen komen, ik weet het zeker. En alle lasers staan. Oké, ik ga nog één ding doen. Ik heb hier namelijk wat mines. En ik ga die mines gewoon... ik moet uitkijken, het niet ontploft. Ik ga die mines gewoon overal rondom het huis leggen. Dan moet je, als je naar mijn huis wil komen, moet je ook nog eens elke mine ontwijken. Dit is echt geniaal. En dan ga ik straks nog even wat bomen planten en wat gras planten. Zodat die mines natuurlijk ook niet opvallen. Want anders kan je er echt heel makkelijk omheen lopen. Oké, kijk. We pakken dus even een zeppelin erbij. We pakken wat bone meal erbij. En we plaatsen gewoon hier en daar een boompje. Om mijn huis gewoon nog beter een beetje te beschermen. Kijk eens aan. En dan natuurlijk elk boompje laten groeien. En dan is mijn huis gewoon helemaal klaar. Ja. De huizen staan. En kijk. Nu moet ik natuurlijk ook nog even dit planten. Zodat de mines niet zo goed opvallen. Zo. En dan denk ik dat ik gewoon klaar ben. Maar Alex moet natuurlijk wel op een of andere manier binnen zien te komen. En ik denk dat hij nooit die code gaat kraken. Dus ik ga gewoon wat verstoppen. Kijk, ik ga hier een itemframe neerleggen. En hier heb ik een boekje. En dan schrijf ik gewoon iets op. De code is mijn abonnee-aantal. Maar dit moet hij natuurlijk wel eerst zien te vinden. Oké, let's go. Ik ben heel benieuwd of hij dit gaat vinden. Mijn huis is af en super veilig. Hoe ga ik hier ooit binnenkomen? Er liggen letterlijk allemaal mines hier. Wacht eens even. Kan ik die gewoon ontwijken? Kijk uit, Alex. Kijk uit. Goed, goed. Oké. Ik ben voorbij de mines. Maar waar moet ik nu heen? Kom ik...
Waar moet ik heen? Ik snap er helemaal niks van. Alles is afgebrand. Oké, ik zie hier lasers. Maar lasers, daar kan ik op zich wel doorheen, denk ik. Ja, misschien pas je er doorheen, ja. Alex. Ja. Oh. Oké, dat ging goed. Is dit echt de lava? Het is net lava! Oh my god. Wacht eens even. Er staat hier een deur. En in die deur liggen allemaal diamonds. Is jouw code toevallig? 1, 2, 3, 4. Nee, oké. Okay. Nee. Je gaat mijn code nooit raden. Je gaat het nooit raden. Mag ik je wat vragen? Ja. Wat is de code? Ga ik niet zeggen, maar ergens is een hele duidelijke hint, oké? Oké. Gaan we zoeken. Nee, wacht eens even. Au! Er ligt hier een boek. Wat staat er in het boek? De code is mijn abonnee-aantal. Hoeveel abonnees heeft Jesse? 463.000. De code moet dus zijn 463. Ja! Het werkt! Yay! Dit is het veiligste huis wat jij ooit gaat zien. Welkom in mijn villa. Ik heb natuurlijk al eerder heel makkelijk ingebroken in het huis van Alex. Dus ik denk dat het weer moet lukken. Alleen... Oh nee! Oké, hier kan ik dus niet overheen. Of kan ik de jump maken? Ik weet het niet. Ik durf het niet. Ik ga gewoon kijken of er een andere kant is waar ik naar binnen kan. Oh mijn god, ik zie daar wat. Wat is dit? Kan ik via hier naar binnen? Of is dit een soort van val? Ik weet het niet. Wacht, ik heb een idee. Ik ga gewoon naar achter en... Rennen! Let's go! Oké, de jump zou ik niet gehaald hebben. Maar wat hebben we hier? Dit is zo'nzelfde deur als dat ik had. Alleen, wat is de code? Hoeveel abonnees heeft aan? Ik weet het niet. Wacht, is het niet gewoon... 0000. Nee. Wacht. 1, 2, 3, 4. 1. Huh? Oké, de code is dus blijkbaar 1. Alleen, ik denk dat ik hier naar beneden moet. Of is het een val? Ik weet het niet. Het is hier zo donker. Alleen, ik moet uitkijken dat er niet ergens een val ligt. Oh, hier liggen diamonds. Ik denk dat ik het gewoon al heb. Ik moet die diamonds hakken. Oh, hier ligt een pickaxe. Ja, let's go. Dit was echt veel te makkelijk. Oh.